Breda Nu. Je weet het meteen. De dag voor aanvang van het Breda Jazz Festival worden elk jaar allerlei evenementen georganiseerd als opwarmertje. In Hotel de Keizer werd een pre-jazz party georganiseerd door jazz-saxofonist Milan Bonger. Dit is de tweede keer dat we hier in Hotel Keizer dit organiseren. Het is een soort besloten sessie. Dus gewoon goede muzikanten die lekker met elkaar spelen. En we dachten van, nou, hoe leuk is dat om het als pre-jazz party te organiseren. Dus vanavond de pre-jazz party samen met alle artiesten die hier natuurlijk al in het hotel zitten. Die zullen vanavond ongetwijfeld komen en de organisatie. En we gaan er een heel leuk feestje van maken. Jazz heeft alles te maken met Milan. En daar ben ik vanavond. Milan staat hier te saxofonen. Die geeft een live optreden. Mooier kan het niet. Jazz begint eigenlijk pas morgen. Maar vandaag is het al groot feest, want de jazz is niet begonnen, maar het is vandaag Milanavond. En daarom ben ik hier live saxofonist. Zijn jullie eigen nummers of zijn het covers? Nou ja, covers. Kijk, jazz, jargon, daar heb je real books. Dat zijn zulke dikke boeken waar gewoon duizenden nummers in staan. Daar spelen we wat uit en af en toe geven we onze eigen draai eraan. Maar geen originals, dat niet. Jazz betekent genieten, ontspannen, lekkere groovy muziek. Iedereen lekker in een lekkere stemming. Ja, ik kan er enorm van genieten. In de MES vond pre-jazz plaats. Alweer de 28e editie van dit grote studentenfeest. Maanden hebben wij hier naartoe gewerkt om weer het grootste studentenfeest van Breda op de kaart te zetten. Elke maand zijn we bezig geweest met nieuwe vergaderingen, alles rond te krijgen. En dat gaan wij vanavond allemaal op één avond zien. En we mogen er van geluk spreken dat we er weer bij mogen zijn. Samen met 500 tot 600 andere studenten gaan wij hier weer het grootste feestje van het jaar bouwen. Waarmee we het jazzfestival aftrappen. En dat zonder enig toontje jazzmuziek. Ik moet alleen zeggen dat dit feest meer gericht is op de jongeren binnen Breda. Per se de jazz, maar wel het jazzfestival. Dat weet je goed, want het heet pre-jazz, maar eigenlijk gaat het om andere soorten muziek. Ja, nee, ja, ik kom hier al jaren, maar dit is zeg maar het begin van het jazzfestival. Hier gaan alle jongeren heen en morgen is het vooral de echte jazz. Wat vind jij van jazz? Geweldig, nee, dat is raar. Nee, gaat goed. Ja, saxofoon, de cello af en toe tussendoor, lichtjes. Nee, dat vind ik heerlijk, jawel, hou ik al van. Breda Nu. Je weet het meteen.